Nou, we stoppen ermee. Hallo, mijn naam is Marinus Alberts. Ik uh, ga je gastgelezen geven. Ik ben dijkenbouwer en uh, vestigingshoofd in uh, Rotterdam. Er zitten we met ongeveer 120 uh, ingenieurs op waterbouwgebied uh, voor uh, rivierwaterbouwkunde, havens, nou, dijkenbouw, dus uh, uh, havenrichting en uh, kusten. En uh, nou, doen we van alles dus op het waterbouwgebied. En uh, ik ga jullie wat vertellen vandaag in het Gastcollege over Valkansen, over Valkansruimtes en over Foutenbomen. En waarom dat belangrijk is in ons vakgebied. Um, in de description uh, van het de YouTube-kanaal zie je allemaal uh, tijden um, uh, en onderwerpen. En dan kan je dus heel makkelijk door uh, deze presentatie heen klikken. Dus als je nu. Het titeltje ziet uh, Foutenbomen en klik erop, dan schiet je in één keer door in die film naar dat uh, onderwerp. Dus straks ook uh, handig als we het gaan bespreken. Hè, om, uh, jullie kunnen nu even vanochtend deze video bekijken in je eigen tijd. En dan om 11 uur uh, ben ik beschikbaar om een uur lang vragen te beantwoorden. Ja, we missen de interactie. Ja, goed, we kunnen allemaal noemen wat we allemaal missen. Maar we missen natuurlijk een beetje interacties. Dus ik ben nu iets aan het geven. En ik kan natuurlijk. Normaal kan ik een beetje aanvoelen of iemand uh, of jullie het een beetje kunnen volgen of niet. En dan kan ik wat meer toelichting geven. Ja, dat gaat nu niet. Dus ik uh, het is ook een beetje experiment of dit werkt. En uh, 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 ja we moeten het een beetje uitvinden. Uh, of het allemaal duidelijk is of niet. En als het niet duidelijk is en als veel mensen het onduidelijk vinden dan. Dan doen we gewoon in dat vragenuurtje van 11 uur, doe ik gewoon dat deel van die presentatie gewoon een keer nog opnieuw. Maar goed, dus um, en als je het al een keer weet of als je al een onderwerp hebt of je zegt nou dat is helemaal duidelijk, dan kan je natuurlijk ook die description gebruiken om in chapters uh, door te schieten naar de volgende deel van de presentatie. Goed jongens, we gaan van start. En meisjes uiteraard ook. We gaan van start. Wij hebben dat gehad over de toetsen en over de risicobenadering. En we gaan het nu wat meer hebben over de faalkansen en foutenbomen. En waarom doen we dat? Dat komt omdat het heel belangrijk is omdat onze waterveiligheid is daarop gebaseerd. Waterveiligheid is een risicobenadering. Nou, risico. Dat is eigenlijk niks anders dan kans maal gevolg. De kans op... Een overstroming, eens in de 16.000 jaar, noem maar wat. Het aantal slachtoffers, de gevolgen. dat als het gebeurt, dat er 1500 mensen overlijden. geeft een slachtofferrisico van 0,1 persoon per jaar. Nou, die getallen heb ik natuurlijk niet zomaar even bedacht. maar dat is de getallen die we uit VNK. dat was een soort programma. waarin we dit allemaal hebben doorgerekend. En dit is Zuid-Holland, eh, Dijkring 14, waar wij nu wonen en zitten. Daar is de overstromingskans. Eens in de 16.000 jaar hadden we berekend. De gevolgen zitten helemaal onderin: 1.500 mensen overlijden. Dus dat, dat, dat. we maken ook een overstromingsmodel. Dus als er ergens een doorbraak is, dan berekenen we vervolgens wat we verwachten, hoeveel mensen er overlijden. En daaruit valt natuurlijk dat getal van die 0,1 slachtoffers. Om dat wat toe te lichten, wat daar nou zo bijzonder aan is. Wil ik jullie dit eigenlijk als doen aan de hand van hoe het vroeger geregeld was? Nou, vroeger, dat is nog wel drie jaar geleden. Toen hadden we een norm die ging uit van een normfrequentie: een terugkeertijd van een waterstand. Nou, een typische norm was eens in de 1250 jaar voor waterstand. Nou, je had dan allemaal dijkringgebieden, Het uh, waren allemaal vakjes ingedeeld. Uh, en dan had je dijkring 14, dat is dus het grootste dijkvak waar Rotterdam ook in zit. En die had een hele hoge norm, namelijk eens in de 10.000 jaar. Dus die hele dijkring, daar werd bekeken, wat is nou de, faalkans, of sorry, wat is nou de, de, de waterstand die die dijk moet keren. En dat was een waterstand die eens in de 10.000 jaar om dat hele gebied heen kwam. Dus het maakt niet uit of het nou in Amsterdam was of in Rotterdam. Allemaal een terugkeertijd van eens in de 10.000 jaar. Nou, in dijkring 44 was het een eens in de 1250 jaar, dijkring 14 is het gooi... Uh, en eigenlijk was het een beetje, wat het zee was, de aanval vanuit zee. Dan was het vaak eens in de 10.000 jaar. Zeeland was volgens mij weer 4000 jaar. En was het rivieren, dan was het vaak iets van 1250 jaar. Ik ga even naar de dijking 44 kijken. Nou, dat is dus hier van de Meer aan de bovenkant. Dus dat is naar de vesting. En aan de onderkant, dat is hier het lek. En dan is het, ja, dat heet dan nu Amsterdam-Rijnkanaal, nou op ik het bijgezet. Puntje 9, 9, 929. Dat zijn allemaal puntjes waar dan waterstanden bij horen. Nou, naar de vesting had dan een terugkeertijd van 1 12, in 1250 jaar was dan 80 cm NAP. En 1 12, in 1250 jaar op de lek was dan 8,40 meter. Nou, we hebben dus een nieuwe norm sinds drie jaar. We kijken we er anders naar. We gaan niet meer kijken naar de, alleen die waterstandsoverschrijdingskans. Maar we kijken naar de kans maal het gevolg. En dat, dat, die norm die is nu vervat. In dat iedereen heeft een basisveiligheid. Een basisbeschermingsniveau van 10 tot en 5 50. De kans dat je overlijdt, dat jij of ik overlijdt door een overstroming, is eens in de 100.000 jaar. Voor jou persoonlijk. Nou, we kijken nog wel naar meer dingen. Bijvoorbeeld groepen. We vinden op een of andere manier. Als samenleving vinden we groep, groepen slachtoffers. Schatten we anders in dan individueel. Een goed voorbeeld daarvan is uh, verkeersslachtoffers. Eh, er vallen ongeveer 600, 700 doden per jaar in het verkeer. En nou ja, daar, dat, daar leven wij gewoon mee. Er dat, dat, dat is niemand die zich daar heel bewust in de auto stapt en denkt: van god, dat, uh, dat is mijn overlijdingskans door deel te nemen aan het verkeer. Terwijl met vliegtuig is dat anders. Hè? Als een vliegtuig neerstort, dan heb je vaak in één keer uh, 300 doden. En dat, 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 dat zien wij anders. Dat, 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 daar hebben we het ook. Zo'n MH17 bijvoorbeeld, nou, daar hebben we het nog steeds uh, over. Omdat er toen in één keer zoveel mensen overleden. Terwijl als je dat puur uh, ja, uh, statistisch bekijkt, is het verkeer ook een heel belangrijk onderdeel. Daar uh, 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 gaan per jaar meer mensen aan dood dan aan uh, uh, vliegen. En toch wordt vliegen altijd wel in het nieuws. En verkeersdoden, maar heel soms, als er dan een heel gezin bijvoorbeeld overlijdt, dan is het nou typisch dan iets wat in het nieuws komt. Maar verder is het eigenlijk nooit in het nieuws. Dus we hebben als samenleving, als, als mensen, interpreteren wij groepsrisico's anders dan individueel risico. Nou, dus daar wordt ook naar gekeken. Hoe, wat is de, de groepgrootte? Uh, economische schade. Uh, dus, gewoon in geld uitgedrukt. Dat is dan vaak directe schade. En we kijken ook wel naar uh, kwetsbare onderdelen, zoals Schiphol. Maar ik denk ook aan bijvoorbeeld een kerncentrale of zo. Uh, dus, kwetsbare of vitale infrastructuur, die wordt ook anders naar gekeken. Maar goed, in principe is voor heel Nederland er gewoon een basisveiligheid. Terug naar het voorbeeld. Van die nieuwe normering. Je ziet het hier dan een klein beetje. Uh, hier dan een klein beetje. Verschillende kleurtjes. Verschillende vakjes. Dat zijn trajecten. We hebben dus een, een dijkring. Dat hebben we hier. En uh, uh, daar hebben we de, de dijk in trajectjes opgedeeld. In een nieuwe normering. En die hebben allemaal, krijgen allemaal een vouwkans En die kan afwijkend zijn. Die kan een andere vouwkans aan een dijktraject hangen. En dat probeer ik uit te leggen aan de hand van dit individueel risico. Voor dit dijkringgebied is het individueel risico te hoog. Althans, het is oranje, dus het is niet groen. Dus hij voldoet net niet aan de norm. Dus eigenlijk heeft iedereen in dit gebied, die in dit gebied woont, heeft een te grote kans om toch te overlijden door een uh, overstroming. Maar er zit wel een heel belangrijk in, ding in, en dat wil ik voorleggen aan de hand van dit voorbeeld. Ik heb hier de dijk en je ziet hier dat. Hier dat is dat, uh, het hooggedeelte aan de lek, dus 8,4 waterstand. En hier het markermeer, dus bij, uh, naar de vesting 0,85 of 0,8 meter. Nou, je kan je dus voorstellen dat als iets hier doorbreekt, dan kan natuurlijk alleen maar dit bakje zich vullen. Terwijl als die hier doorbreekt. Dan gaat natuurlijk dat hele water, dat loopt helemaal het hele gebied in. Het loopt misschien zelfs wel over het dijkje naar het Markermeer. Hier. Dus de gevolgen van als die hier doorbreekt. En de gevolgen dan is, is heel anders dan als het gevolg van hier doorbreekt. Als die hier doorbreekt, kan alleen deze mensen beïnvloed worden. Nooit deze mensen die hier wonen, die, die zien helemaal niks van die overstroming. Terwijl als die hier doorbreekt, dan hebben mensen, merken we deze mensen ook dat het doorgebroken is. We gaan nu even. Één schuif even één dijkvakje opzij, maar dat maakt zich voor het voorbeeld niet uit. Hier zie je dat nog een keer geplot. De eerste plaatje zie je dus een dijkdoorbraak aan de Veluwemeer, aan de Markermeerkant. Als dat doorbreekt, je ziet dan in blauw aangegeven, ja, dan loopt alleen dat gebiedje loopt onder water. Dus dat is weer uh, dit verhaal, hè. als die dan hier doorbreekt, dan kan alleen dit stukje onder water lopen breekt hij hierdoor, dan zie je dat het hele gebied onder water staat. Dat is het volgende plaatje. Zie je een doorbraak aan de onderkant, dus aan de lekkant. en zie je dat het hele gebied volloopt. En dat daar slachtoffers over het hele gebied vallen. Dus het totaal individueel risico, dat is het derde plaatje. Dat is helemaal oranje. Maar het wordt eigenlijk met name ontstaat dat door die dijkdoorbraak aan de hoge kant en niet door die dijkdoorbraak aan de lage kant. Stel nou dat je het totaal individueel risico van dat gebied wil verbeteren. Je wilt dus dat het veiliger is voor die mensen. Dan kan het dus zijn dat het veel beter is om deze veel sterker te maken dan deze. Ik zeg dat eigenlijk al een beetje in het volgende sheetje, zeg ik al. We gaan dus niet meer we berekenen dus niet een kans van 1 in 12 van 50 graden waterstand hier en een 1 in 12 van 50 graden waterstand hier. Nee, we willen proberen het risico te verkleinen door naar de kans te kijken en naar de gevolgen. Dus nog even terug naar dat vorige schietje. We hebben dus, als die hier doorbreekt, hebben we een veel groter gevolg. En om dus het gevolg te verkleinen, moeten we hier die kans op die doorbraak verkleinen. Dus de kans op de doorbraak hier, omdat het risico veel groter is, moet veel kleiner zijn. En hier, als die doorbreekt, dan is het gevolg maar heel weinig. Er zijn maar heel weinig mensen die invloed, door beïnvloed worden. En dan maken we hier, die kans mag best wat hoger zijn, omdat de gevolgen minder groot zijn. Dus we krijgen dus een gedifferentieerde over het dijkringgebied: we krijgen een gedifferentieerde faalkans van elk stukje dijk. Nou, dat heb ik al net gezegd: dat zijn in trajecten van ongeveer 15 tot 20, uh, uh, 15 tot 20 kilometer. Uh, geven we elk trajectje binnen een, dijkvak, binnen een dijkring een andere veiligheidsklasse? En dat hebben we hier gedaan. Dus dit is dat nieuwe kaartje van Nederland. En dan zie je dus dat voor alle trajectjes zien we uh, andere kleurtjes die vertegenwoordigen een andere overstromingskans per jaar van dat traject. Nou, als je dan kijkt naar uh, dijkring 14, dus weer de, de Randstad, dan zie je dat daar langs de kust het helemaal rood is. Maar je ziet daar bij Rotterdam dat het veel dieper rood is. Dus daar is het eens in 100.000 jaar. Dus ondanks dat dat één gebied is, is daar bij Rotterdam dat stukje, moet veel hogere veiligheid hebben tegen overstroming. Nou, dat is, komt dus omdat er dus allemaal overstromingsberekeningen zijn gemaakt over dat gebied. En daarbij Rotterdam zijn de gevolgen gewoon heel hoog. Nou, daar kan je je iets meer voorstellen. Dat, uh, daar wonen gewoon veel meer mensen, dus die worden veel directer betrokken. Kijk, je kan je voorstellen dat als het doorbreekt ergens langs de kust, voordat het dan het water dan de mensen bereikt, dat duurt veel langer. Maar daarbij Rotterdam, dan zitten ze vlak bij die dijkdoorbraak. Dan zitten ze midden in de. In de ...in de stroming van een dijkdoorbraak. En een tweede reden... ...of een andere reden is dat je... Uh, ...je hebt een paar diepe polders in, uh, in Rotterdam. Ja, als daar een dijkdoorbraak gebeurt... ...dan zal dat die polder zich heel snel vullen met water. En uh, dat betekent dat uh, mensen weinig tijd hebben... ...om nog te vluchten of om zich in veiligheid te brengen... ...of een verdieping omhoog te gaan. Kijk, je kan je voorstellen... Dat als er nu een dijkdoorbraak zou zijn bij Amsterdam. Nou, voordat dan het hele Randstad, de hele dijkring 14 zich vult. En voordat dat in Rotterdam dan gevolgen heeft. Nou, dat stijgt natuurlijk super langzaam. Dus ja, dan nou, als je het al niet hebt gehoord dat er een dijkdoorbraak is. Dan zou je het opeens zien stijgen, maar niet super snel. Terwijl als die dijkdoorbraak in de polder bij Rotterdam is. Dan zal als eerste meteen die polder vollopen. Dus, uh, moet dus, omdat de gevolgen veel groter zijn, moet dus de kans van een dijkbouwbruik veel kleiner worden gemaakt. Nou, dat doen we dus door er een hogere norm aan te hangen. Dus, uh, waarom is dit onderdeel vouwkansen, vouwkansen foutenboom, waarom is dat zo'n belangrijk onderdeel? Nou, dat komt omdat waterveiligheid een risicobenadering heeft en daar zitten dus die kansen en die gevolgen in. Goed, dit was alleen maar een introductie over de drie dingen die ik met jullie wil bespreken: de foutenboom, de faalkansen en de faalkansruimte. Nou, over die foutenbomen is is, nou wat is een foutenboom? Dat hebben jullie als het goed is in de vorige college eigenlijk ook al gehoord. Maar goed, dus dan even een reminder uh, uh, hoe bepaal je die faalkans? We hebben net gezegd, we geven op trajecten wordt er een faalkans beschreven aan de hand van de gevolgen. Maar dan hoe kunnen we dan die vertaling maken naar de berekeningen die we maken op doorsneden niveau, uiteindelijk maken we altijd een berekening op een dwarsdoorsnede van een dijk. En die foutkansruimtes die mag je ook nog, ja daar mag je in schuiven, die mag je veranderen, die mag ook andere kansen geven. En daar kom ik straks wel op, dat is een beetje droge stof, maar daar komen we zo wel op. Maar eerst maar eens, wat is een foutenboom? Nou, we hebben natuurlijk net dat filmpje bekeken uh, waarbij dat helemaal losgaat. En je ziet dan die telefoon die trilt en die geeft dan een zetje tegen een ka kaartje aan en dan valt de boel om. Nou, dit is volgens mij echt heel vaak mislukt, of niet? Want het, het gaat ook nog heel lang door. Nou, ik weet niet hoeveel tijd je er wel niet mee bezig bent voordat je, <laughs> voordat je dat allemaal goed hebt gedaan. Dus dit is heel vaak fout gegaan. In een foutenboom, kun je dan zeggen. Wat gaat er nou allemaal mis voordat die foto wordt gemaakt? Want aan het zie je dan dat er uit zo'n polaroid apparaatje komen dan die trits met foto's. Wat kan er wel niet allemaal misgaan? Nou, echt heel veel. De telefoon gaat niet over. Dan wordt dat geheugenkaartje, dat wordt niet tegen dat domino steentje aangeduwd. Die domino steentjes vallen niet allemaal om. Nou, het lampen, al die dingen, die, die moeten allemaal, dat moet allemaal fout gaan of... Anders dan als een van die dingen fout gaat, dan, dan stopt die keten. Hè? Het omgekeerde is ook waar: is dat je zegt, van ja, ik kan het ook andersom redeneren, en dan is het een gebeurtenissenboom. Wat zien we hier gebeuren? De telefoon gaat over, dan schuift hij tegen het geheugenkaartje, dan vallen de domino's om. Dus dat is een andere manier van beschrijven. Dus je kan zeggen, wat kan er allemaal fout gaan? Nou, dan moet dit allemaal fout gaan, maar je kan het. Ook al een wat moet er allemaal gebeuren, dan wordt het een gebeurtenissenboom. Die definitie van een foutboom is eigenlijk niks anders dan een foute analyse van, dus die ongewenste gebeurtenis, dat die foto niet gemaakt wordt aan het eind of dat de dijk doorbreekt. En dat wordt met een hele simpele logica van de en of de off uh, op een steeds kleiner detailniveau uitgewerkt. Dat en een of-poort voor wie wel. Uh, uh, kan programmeren. Die weet ook dat je daarmee best wel veel dingen kan programmeren. Met die simpele dingen, en de en en de of-poorten. Dus die, daar herken je het wellicht aan. Nou, ik dacht, euh, laten we maar eens een beetje een simpel voorbeeld nemen. U bent niet op college. Op een of andere manier. Nou, dat kan zijn dat het een vrijwillige keuze is. U heeft gewoon gezin. Dat kan. Of er zijn. Uh, andere dingen waardoor je zegt: van nou ik heb een andere prioriteit, want ik ga mijn tentamen leren en ik ga dan niet naar college. Maar het kan ook zijn dat je eigenlijk wel had gewild, maar dat je door een andere, niet vrijwillige reden niet komt. Nou, meest waarschijnlijk is dat u ziek bent. Dat de reden is dat u zegt: nou ik kom niet naar college. Nou, laten we het even positief uh, insteken. Stel, u komt niet naar uh, college en dat is niet vrijwillig, maar dat komt omdat u een jubileum te vieren hebt. Ik denk, laat ik het maar een beetje positief houden. Je hebt een feestje. Nou, je eigen trouwerij bijvoorbeeld. Ik kom niet naar college, ik ga morgen trouwen. Goed. Het uh, kan ook zijn dat je je verjaardag wil vieren. Dat je daarom niet naar college komt. Maar ik dacht, ik neem het voorbeeld van dat je een werkgerelateerd jubileum hebt. Uh, nou ja, dat is natuurlijk uh, als je ergens een, een half jaar werkt. Is dat natuurlijk niet echt een jubileum. Dus er moet wel iets meer aan de hand zijn. Dus een soort lustrum, Eens in de vijf jaar feestje. En het is niet van jezelf, maar het is van je moeder. En uh, jij bent ook uitgenodigd voor dat, voor dat feestje. En de reden waarom je erheen gaat, is dat het gewoon heel bijzonder is. Want je moeder krijgt een lintje. Het is, is een bijzonder feestje waar je gewoon geacht wordt bij te zijn. Dus je gaat eigenlijk. Uh, dus dit is de foutenboom die we dan maken. Ja, je hebt vrijwillig, ga vrijwillig naar college. Je gaat niet vrijwillig naar college. Van die niet vrijwilligen is dat door een jubileum. Wat voor jubileum is het een trouwereen? Nee, het is gewoon van mijn werk. En dan is het, ja, waarom ga ik dan niet naar college? Nou, het is een heel bijzonder moment. Het is van familie en ik ben uitgenodigd en ik moet daar gewoon heen. En zo hebben we dus een foutenboom van waarom je niet op college bent. En ik heb groen gemaakt, het pad wat je dan verloopt. Maar ja, dat pad kan natuurlijk ook anders zijn. Hè? Het had ook gekund. Ik ben niet op college, niet vrijwillig, omdat ik uh, uh, ziek ben. Ik niet naar college, naar uh, meneer Blommaert om te zeggen, ik kom niet naar college, want... En dan met die foutenboom. Dat is natuurlijk onzin. Daar... Je komt naar college, je komt naar meneer Blommaert en je zegt, nou mijn moeder is 30 jaar directrice van de school en ze krijgt een lintje, want dat is heel bijzonder en dat is geheim. En morgen komt de burgemeester dat lintje opspelden en uh, uh, ja, uh, daarvoor kom ik niet naar college. Bijzondere reden en daarvoor kom ik niet. Dit is het verhaal. Als meneer Blommer dit nou zou willen opschrijven. Van goh, ik wil eens bijhouden waar ligt dat nou aan, dat mensen hier niet komen. En hij moet al deze verhalen ophangen. Dan, dat is natuurlijk geen doen. Dat, is, dat, hij, dat hij in schrift allemaal dingen opschrijft. Nou, een, een jubileum van de moeder. en daardoor uh, was ze die en die niet op college. Kijk, dan helpt natuurlijk zo'n foutenboom door het eigenlijk te structureren. Dus meneer Blommer, die, die hoort dit verhaal van u aan. En dan ga je er gewoon zo door de foutenboom. En zet hij. En een streepje bij, eh, bij die onderste groene dingetje. Zet hij één. En er is nog iemand die zegt: Ja, ik ben er niet door deze reden. Dan zet hij daar een. Turft hij daar eentje af. En zo kan hij dat allemaal wat gestructureerder bijhouden. Ja, en wat heb je hier nou aan? Je denkt misschien van ja, een beetje. Een beetje voorbeeld. Wat heb je? Waar, waarom zou je dit nou doen? Nou, ten eerste brengt het dus structuur. Hè, dus je, je, je kan op een gegeven moment. Kan je die verhalen? Kan je. Omzet in een structuur van wat al die gebeurtenissen zijn. En als je dat dan maar lang genoeg doet, dan op een gegeven moment heb je alle redenen wel zo'n beetje in die foutenboom geanalyseerd. Dus op een gegeven moment als je. Nou, meneer Blommer doet dit misschien al tien jaar, dus die heeft op een gegeven moment alle redenen en smoesjes wel gehoord. Dus die weet waar dat erin zit. Dus op een gegeven moment krijg je een beeld van wat is nou de reden dat iemand niet komt. En het helpt dan ook om te kijken wat kan ik daar nou aan doen. Stel nou dat je ziet van nou. Heel veel mensen zijn er niet omdat het, uh, 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 omdat het vrijdagochtend uh, studentenavond... op donderdagavond studentenavond is... en vrijdagochtend komt niemand s ochtends om half negen op college. En op een gegeven moment kun je zeggen, nou, dan ga ik daar wat uh, aan doen. En ja, Dat is dit verhaal, hè? Maar je kan ook zeggen, van, nou, ik zie dat uh, in de tijd richting de tentamens ziek... dat er heel weinig mensen komen. Of ik zie dat heel veel mensen ziek zijn door de werkdruk. Of omdat ze... Uh, tegenwoordig een leenstelsel hebben dat ze moeten werken. Dus ik zie nu, ik zie nu ten opzichte van vorig jaar, toen we het leenstelsel nog niet hadden, dat er maar uh, 10% niet kwam dat ze werk hadden. En nu met het leenstelsel zien we dat 30% niet komt het, uh, dat ze moeten werken. Dus dan kan je daar iets aan doen. En het aardige hiervan is dat als je het maar lang genoeg bijhoudt, dan op een gegeven moment ga je een soort wetmatigheid uh, zien. Als meneer Blommer dit een paar jaar volhoudt, dan zul je zien dat deze getallen in het begin zal het heel fluctueren. Dan zal het uh, niet zo duidelijk zijn waar het aan ligt. Maar op een gegeven moment dan ga je steeds meer in de wet van de grote getallen. Ga je steeds meer zien van, joh, ik zie gewoon dat 40% echt een reden heeft waarom die niet kan. En eigenlijk is dat de hoofdreden, is dan gewoon: als uh, je hier dan die getallen ziet, 85% van de mensen die niet komen uh, uit een niet-vrijwillige reden, die zijn gewoon ziek. En uh, dat jubileumvoorbeeld wat ik net had, nou, dat is natuurlijk, dat gebeurt natuurlijk nooit. Dat is die 2,5%. Nou, het zal inderdaad twee keer per jaar gebeuren dat iemand om zo'n reden niet komt. Nou, dan heb ik een opdracht voor jullie. Vrij simpel. Stel nou, dit jaar zijn er 200 studenten niet geweest. Hoeveel daarvan hebben geen zin? Hadden een andere prioriteit, hadden een borrel. Loop daar eens doorheen. Dus dit voorbeeld, vult het nou eens in. Uh, wie had er geen zin en hoeveel mensen van die 200 studenten waren nou ziek? Nou goed, dit is natuurlijk een filmpje, dus je kan hem nu even pauze zetten en zelf invullen. Ik ga nu door naar het antwoord. Want dit is het antwoord. Uh, ja, het is een vrij simpele opdracht hoor, maar uh, je kan dus zeggen, nou 200 studenten, daarvan niet vrijwillig is uh, 40%, dus 80 personen zijn niet vrijwillig. En daarvan is dan 85% ziek, dus 40%. 85% is 34% en dat zijn dus 68 mensen. Dus van die 200 mensen zijn er dus 68 die eh, door ziekte niet aanwezig zijn. Een foutenboom kan je maken op functies en je kan het maken op componenten. En dat is toch een verschil. Want een functie kan zijn dat een schutsluis die hem schudt, die moeten boten moeten geschud worden door een uh, waterstandsverschil. Maar een sluis, een schutsluis, kan ook water keren in een hoogwatersituatie. Je kan ook bekijken vanuit componenten. Dat ik zeg, nou, de, dijk, of sorry, de sluis heeft een, een deur. En die deur is stuk. En waar zit nou het verschil? Het verschil zit erin dat als de deur stuk is, hij gaat niet open, dan kan hij nog wel water keren. De functie van waterkeren kan hij wel vervullen. Maar schutten kan hij niet. Dus het is niet zo dat als een component stuk is dat dan alle functies meteen vervallen zijn. Nee, dat ligt er dan weer aan welk, uh, welke functie hangt aan, aan, aan dat component. En daarvoor maken we rampsanalyses. En Rijkswaterstaat maakt zeer uitgebreide rampsanalyses. Reliability, Availability, Maintainability en Safety Analyses. Dus is het betrouwbaar, Is het beschikbaar? Dus is die. Betrouwbaar voor waterkeren. En is die beschikbaar voor schu schu schutsluizen voor, uh, voor het schutten van boten. Ja, en het zal je misschien verbazen, maar daar wordt heel nauwkeurig doorgeakkerd. Dus die, al die sluizen en al die objecten die Rijkswaterstaat heeft. Daar wordt dus echt op componentniveau gezegd van nou, dat is dit onderdeeltje, dit onderdeeltje zit daar. Dat is ook allemaal genummerd, dus dat kunnen ze dan allemaal terugvinden. En uh, daar zit een faalkans bij. En daar zit ook iets bij hoe lang dan de functie niet vervuld wordt. Dus dat is daar, uh, je ziet daar bijvoorbeeld de tijd om het te herstellen. Uh, als zo'n onderdeel stuk is. En dat zegt dan weer iets over de beschikbaarheid. Nou, dan maak je zo'n hele grote boom. Dit is echt nog een kleine, kan ik je vertellen. Dan maak je zo'n hele grote boom. En er zitten al die componentjes in. Dan zeg je zoveel kans voor dit, zoveel kans op dit, zoveel kans op dit. Dus zoveel kans op dit groter, dat dit, dit onderdeel. En dus als je hier kijkt. Die twee onderdelen en dan heb je daar, en dan zo dat niveau, en dan dat niveau, en dan zo steeds verder. Het is het voorbeeld wat ik had van: nou, uh, je hebt verschillende redenen voor een jubileum. Dan Heb je allemaal kansen, dan heb je uh, zoveel uh, redenen dat je er niet bent. jubileum en dat is dan uiteindelijk gaan naar boven, naar de topgebeurtenis: je bent er niet, of hij is niet beschikbaar, of hij faalt. Wordt zeer uitgebreid doorgenomen. En uh, nou ja, tot een heel fijnmazig uh, componentniveau doorgewerkt. En dan zie je dat hier ook een beetje teruggaan naar het voorbeeld wat we net hadden met die rekenvoorbeelden. Als je dit natuurlijk hebt gedaan, dan kan je natuurlijk daarna. Dit had al die dingen berekend. En vervolgens kun je ze natuurlijk gewoon op volgorde zetten. En dan blijkt natuurlijk: nou oké, okay, wat is de bovenste reden? Nou, de bovenste reden is ziekte. En. Paswerk uh, is een, uh, een minder belangrijk deel. Nou, en als je natuurlijk die, die beschikbaarheid of die aanwezigheid van de studenten wil verhogen, nou, dan kun je kijken van, nou, wat is nou de grootste bijdrage? Nou, dat is de ziekte. Nou, wat kan ik daar nou uh, aan doen? Dus die, die structuur van zo'n foutenboom en de structuur van dat bijhouden en dat je op een gegeven moment die kans hebt, dan op een gegeven moment geeft dat inzicht uh, wat zijn nou de belangrijkste reden en wat kan ik daaraan doen? Dus we hebben nu behandeld wat is een foutenboom en zo wordt ook een foutenboom van een dijk gemaakt. En hier zie je dus de foutenboom inundatie. Dat wil zeggen dat, dat de dijk doorgebroken is, dat het water het gebied inloopt. En uh, daar hebben we naar gekeken van hoe kan het allemaal misgaan. Ja, dat is dus meneer Blommert die bijhoudt welke redenen worden er allemaal genoemd dat je niet op college komt. Zo zijn dus bij dijken hebben we gezegd: nou, wat zijn alle redenen dat een dijk uh, doorbreekt? Nou. 50% is overslag en overloop, dus het is gewoon te laag. 30% is dijkdoorbraak. En van die 30% dijkdoorbraak ligt het aan afschuiving, aan piping, aan microstabiliteit en aan erosie van het buitentalut. En daar zit dus weer een onderverdeling in. Die samen zijn 30% en dat zit weer daarboven in. Wat we net zeiden, die, 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 die redenen waarom een dijk stuk gaat, dat noemen wij dus de faalmechanismes van een dijk. En daar hebben we dus ervaring mee door de jaren heen, van goh, waardoor gaat het nou eigenlijk mis? Waardoor komen mensen niet op college? Op een gegeven moment weet je, dit zijn nou al redenen. Nou, dat weten we bij de dijk dus ook. De directe faalmechanismes van een dijk, nou die we die, die die net noemden, van die stabiliteit, die hebben we hier binnenwaarts, buitenwaarts, uh, piping en microstabiliteit. Dat hebben we helemaal gestandardiseerd met ook die afkortingetjes: ST stabiliteit en dan BI binnen, BU buiten, PH piping en HEAVE en MI micro stabiliteit. Nou, dat hebben we dus gewoon gezien. En Ik dacht, laat ik die dan maar eens, zien aan, laat ik dan maar eens aan jullie uh, laten zien aan de hand van een voorbeeld. En dat is de overstroming van New Orleans aan de hand van de overstroming van orkaan Katrina in 2005. Er zijn ongeveer evenveel slachtoffers geweest als onze 1953 rampen, een beetje voor het, voor het beeld. De schade was 20 miljard dollar, directe schade. En ik ben op deze overstroming afgestudeerd, dus daarom weet ik wat meer van. En kan ik je wat voorbeelden laten zien van hoe een dijk kan falen. De dijk is simpelweg te laag. De golven slaan er overheen. Nou, je ziet hier meteen al het eerste plaatje. Nou, dat is niet een beetje, dat is gewoon overlopen. Hè. Dat is gewoon, het water loopt er gewoon overheen. Het plaatje daarnaast, verderop, dan zie je een muurtje. En je kijkt nu naar de binnenkant van het muurtje. Dus je kijkt nu aan de landzijde van het muurtje. Uh, die golven slaan over het muurtje. En die slaan een gat. En die eroderen het binnentelut. Nou, je kan je voorstellen dat als dit nog wat langer was doorgegaan... Dan was op een gegeven moment dat muurtje in het gat gevallen. Hè, maar nou, Het is blijkbaar net op tijd, gelukkig net op tijd gestopt, waardoor dat niet gebeurd is. Maar wat er dus gebeurt, is dat het water slaat er overheen slaat, erodeert het Lut. En op een gegeven moment wordt het, wordt het steeds steiler en dan zakt die dijk, die, uh, ja, die breekt dan daardoor. Nou, dit was nou het mechanisme van 1953. De dijken waren te laag, het water gaat er overheen. Uh, Verzadigde dijk, dijk ook. Hè. Dus Dat kan je je wel voorstellen. Dat die dijk is natuurlijk helemaal zijknat. Dus daardoor neemt de korrelspanning af. En de sterkte dus ook af. Um, en maar een andere reden is ook dat het klei gewoon erodeert. En dat er gaten ontstaan. En dat hij daardoor verzwakt raakt. Omdat er gewoon happen dijk uitgaan. Nou, dat is in 1953 in Nederland ook gebeurd. Andere redenen. Voor het falen van de dijk, is dat hij dus afglijdt. Nou, dat is in New Orleans ook gebeurd. Je ziet hier zeg maar, een kanaalrand. En die loopt hier doorbroken. En dan zie je daarachter dat er een stukje naar achter is geschoven. Nou, dat is dus een hele dijkdoorbreak een afschuiving geweest. Het plaatje daarnaast zie je echt een grondmoot. Die zo omhoog is gekomen. Je ziet echt zo'n zo schuifgrond die omhoog is gekomen. Dus daar is gewoon, de, 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 de dijk is instabiel geraakt, verzadigd geraakt uh, en, en daardoor de, de druk niet aangekund en uh, uh, ja, een zwaardere belasting dan de sterkte. En dan schuift hij onderuit. Een ander mechanisme is dat de dijk op een zandlaag staat. Dat is heel vaak zo, heel vaak zit er een diepere zandlaag die in verbinding staat met het buitenwater. En uh, dan ontstaat er dus een waterdruk in die zandpakket. En die zit natuurlijk onder de dijk, zit die zandpakket, uh, zit, er, zit die waterdruk. Maar die zit dus ook in het achterland. Dus eigenlijk uh, zeg maar in het weiland of in dit geval in de tuin. Dus er zit dus een waterdruk. En dan wil dus zo'n hele klei pakket, zo'n hele tuin, die wil dus gewoon zo opkrullen door die waterdruk. Nou, je ziet hier twee foto's voor en na. Voor staat dat het huisje staat er. En het huisje daarnaast zie je dat het huisje gewoon zo omhoog is geduwd. Het is gewoon omhoog gedrukt door de waterdruk. Nou, je kan je voorstellen dat als dat omhoog wordt geduwd. dat dan de dijk ook zijn stabiliteit kwijt is. en dat hij dan opschuift. Dat noemen we uplifting. Uplift van heeft daar een methode voor gedacht. De drukstaafmethode. En die drukstaafmethode, ik zou dat uit meneer Blommer beter weten, maar dat is ontstaan door een afschuiving in 1940 of zo. Of nee, in 1970 volgens mij. Bij Streefkerk, meen ik. Dus dat is een mechanisme wat pas recent pas hebben gezien dat dat ook een manier is van falen, dus dat opdrukken en dan dat hij dan onderuit gaat. De drukstaafmethode, piping. Dus een ander mechanisme dat heeft wel gerelateerd aan elkaar. Je hebt dus een waterdruk onder die dijk door in het zandpakket en op het moment dat die dan ergens iets opbarst, die, 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 die dat achterland open drukt en er ontstaat dan een opening en dan kan er kwel, dan kan het water drukt eruit. Nou, dat is prima, dat kan kwellen, dat is op zich helemaal geen issue. Maar het zou vervelend zijn op het moment dat die stroming dan harder wordt, dat is meer druk, dan kan die korrels meenemen. En dan neemt hij zo steeds meer korrels mee onder die dijk weg. En dan ontstaat er een pipe van, van zandkorrels die eruit gevloeid zijn. En dan ondermijnt die pipe de dijk eronder. Dus je ziet hier een plaatje. Nou, ten eerste met heel veel zand uh, in de omgeving. Dus er is natuurlijk heel veel zand, komt er dan vrij. En je ziet ook daar die muurtjes die daar staan, bij de helikopter daar. Kijk, als die... Als die gewoon omgevallen zou zijn, dan zouden die muren wel gewoon zo gevallen zijn. Maar je ziet nu eigenlijk dat ze zo naar beneden gezakt zijn. Dus er die, die, dus is dus een pijp ontstaan en die muurtjes is gewoon in zijn eigen gat gevallen. En dat staat, ontstaat door die pijp, die ontstaat doordat de korreltjes eruit geteeld zijn. Nou, zo hebben we dus al die mechanismes die, die we dus in de praktijk zien, allemaal gestructureerd. Um, en gecodeerd ook. Nou, de eerste vier die je daar ziet zijn die, die we net besproken Maar uh, dus de stabiliteit. Dan hebben we heel veel bekleding. Nou, dat is een hele lijst, maar dat zijn voor verschillende typen bekleding. Asfalt, gras en de stenen. Hebben we hebben daar allemaal mechanismes voor. Um, Waarop die kan falen. Dat kan dus zijn golfklappen, maar dat kan ook zijn water drukken. Dan hebben we natuurlijk een duin. Dat kan gewoon als duinafslag uh, falen. Een kunstwerk, dus een sluis kan falen omdat hij te laag is, of omdat hij niet op tijd dicht gaat. Het voorland kan falen, het, het gebied voor de kering, zodat die eigenlijk, uh, de kering die erop staat, dat die, uh, wordt aangetast door de, dat het voorland is gaan vloeien. Dat kan door een herstelling van korrelstructuren kan, kan zoiets gaan vloeien en dan uh, kan die dijk gewoon mee de zee insproeien, spoelen. En uh, er is ook nog een indirect faalmechanisme, dus dat zijn niet-waterkerende objecten, dat zijn bebouwing, begroeiing, kabels en leidingen, dat die falen en dat daardoor de waterkering faalt. Je kan je bijvoorbeeld voorstellen dat als een waterleiding knapt, en nou dat heb je niet meteen in de gaten, maar dan, dan lekt dat water en dan verzadigt dat heel langs in de dijk, nou voordat je daar dan achter komt dat dat zo is. Maar dan is ondertussen zo'n dijk al helemaal verzadigd en eigenlijk verzwakt. En op het moment dat dan een hoog water komt. Dus dan kom je in een voorwaarlijke kans. Van wat is dan nou de kans dat een dijk verzadigd raakt door een lekkende waterleiding? Wat is dan de kans dat je dan ook een hoog water krijgt? Dus dat is iets voorwaarlijks in. Daar kom ik nog op terug uh, later in de presentatie. Dus uh, goed, hetzelfde geldt voor bebouwing, kan ook falen. Nou. Zo hebben we dus een hele beschrijving van wat er allemaal mis kan gaan en dus waarom je niet op college bent. Zo kunnen we ook allemaal redenen hebben waarom een dijk faalt. En dat zit hier zo in zo'n foutenboom. Uh, op basis van ervaring ingevuld. Nou, hoe bepaal je dan? Dus, uh, dit waren die faalbomen. Nou, het geeft een structuur, het geeft inzicht en, uh, in hoe het faalt. En dan, hoe bepaal je nou de faalkans? <laughs> nou, we hadden dit al besproken, hè? we zitten dus op trajectniveau. Uh, uh, hebben we aangegeven wat nou de faalkans mag zijn van een stukje dijktraject? We hadden ook al geconstateerd dat in, binnen een dijkringgebied je verschillende faalkansen kan hebben op het moment dat de gevolgen van die doorbraak groter is. He, weer in het voorbeeld, het is erger als die hier doorbreekt, want dan loopt het hele gebied onder dan als die hier doorbreekt. Gevolgen zijn hoger, dus de faalkans, de kans dat die moet falen mag hier moet die kleiner zijn. Dat zien we dus hier in die kleurtjes. Dan gaan we uiteindelijk wat we doen. We berekenen die vaalkans van een traject. Die berekenen we in een dwarsdoorsnede. Dus dat doen wij op doorsneden niveau. Dus je hebt een foulkans-ijs op trajectniveau. Die is bijvoorbeeld eens in de 300 jaar. Even, even terug, hè, dat is bijvoorbeeld dat groene stukje daar bij Markenmeer. Bij het gooien daar, dat, stukje, dat is groen zo'n trajectje mag maar eens in de 300 jaar doorbreken, maar we berekenen het uiteindelijk op doorsnede-niveau, op gewoon het dwarsdoorsnede van een dijklichaam. Dat doen we met stabiliteit, met een safety-factor, de SF. Als jullie al eens een geostability som gemaakt hebben, dan bereken je die glijcirkel, de veiligheidsfactor. Maar er zijn ook veiligheidsfactoren, op, bijvoorbeeld voor het opbarsten, dus die, die druk die, die omhoog wil en het gewicht naar beneden. Daar nou, zit ook een verhouding in, er zit ook een veiligheidsfactor in. En zijn ook uh, dat we aan de belastingkant kijken. Dus dat we zeggen: van nou, we vertalen die kans in een belasting. Net als je na colleges weet: van uh, hoeveel procent is er nou altijd ziek en hoeveel procent is er nou aan het werk. Zo weten we dus ook van, van een dijk: hebben we op een gegeven moment daar een vaste verdeling van gemaakt. En die is zo voorgeschreven: van nou, een dijk. De kans dat hij mag doorbreken, hè, dat het dus een, een doorbraak is of dat er een overstroming is, dat mag voor 24% afhankelijk zijn van dat de hoogte voldoende is. En 24% voor piping en hij mag 4% doorbreken op stabiliteit binnenwaarts. En dit is een standaardverdeling die zo door ervaring en door het VNK bepaald is. Ja, dat is dus die bedmatigheid waar ik het over heb. Die je dan terug ziet komen in dit verhaal. En die we ook heel erg zien als meneer Blommer dat een paar jaar zou bijhouden. Zo goed om te beseffen, dat we hebben die faalkans op trajectniveau. En we hebben dus een verdeling van 24% voor hoogte, noem maar even wat. Dan wil ik dit alleen even zien, laten zien. Uh, dat dat niet betekent dat als ik nou een traject heb daar van Rotterdam van eens in een 100.000 jaar, dan moet je niet 24% van de 100.000 jaar nemen. Dus het is niet zo dat je dat stukje dijktraject dan voor een waterstand van eens in de 416.000 jaar moet kunnen keren. Dat is niet zo, dat is eens in de 250.000 jaar. En dat heeft te maken met de lengte-effectfactor. Ik wil er verder opzicht, ik kom er zo nog wel even op terug, maar ik wil er niet te veel over uitweiden, maar ik wil alleen eventjes dat jullie beseffen: je kan dus niet. Die overstromingskans maal die, die vouwkansruimte nemen. Daar zit nog een stap in en dat is de lengte effect factor. Hoef je verder niet te kunnen berekenen, want dat is allemaal al uitgezocht. In het ontwerpinstrumentarium staat dat al gewoon. Je ziet hier de bovenste regel, de bovenste regel voor Rotterdam, signaleringswaarde... Uh, falkans, uh, verhoogde en hier al die factoren die erbij horen, die zijn allemaal uitgerekend. Als je die standaardverdeling toepast, dan is gewoon in het bijlaag van de ontwerpinstrumentale staan gewoon al die getalletjes voor het doorsneden. Dus wat betekent het nou dat we van het trajectniveau naar een doorsneden niveau gaan? Dat staat hier allemaal al toegelicht en uitgewerkt. Nou, tot op twee, drie cijfers achter de komma. Dus dat hoef je allemaal niet meer te doen, want dat. Dat hebben ze al voor je gedaan. Dan komen we aan bij de volgende, en dat is de Valkansruimte. Die mogen we ook verschuiven. We hebben hier de standaard faalkansverdeling. En bij de Marker-Meerdijken hebben we die faalkansverdeling voor Piping verschoven naar macrostabiliteit. De dijk bij Mark die, uh, ja, die is praktisch ongevoelig voor Piping. De kans dat die doorbreekt. Op piping is heel klein. Dat komt omdat een heel dik pakket klei en veen ligt. En het zandlaag ligt heel diep door die druk. Uh, waar nou wat over hadden dat het opbarst. Die uh, die is nooit hoog genoeg om dat te doen opbarsten. En daardoor is die kans enorm klein. ik kan die daar eigenlijk niet op falen. Maar maken ze binnenwaarts, de stabiliteit is wel een probleem. Ze hebben we faalkansruimte verschoven. Nou het heeft bij mij echt even geduurd voordat ik dit snapte dat je dit mocht doen, dat je dat faalkansruimtes mag schuiven. Ik heb dit vorige college in het derde jaar ook al verteld, dus nou, doe je voordeel van dat je nu kan in de omschrijving van YouTube naar het volgende hoofdstuk kan. Dus als je zegt: nou, dit weet ik allemaal al, dan kan je nu doorklikken. Uh, maar het, het is zo tegenintuitief dat uh, ik het nog een keer vertel. Waarom mag je faalkans ruimte verschuiven? En ik probeer het voor te leggen of uit te, uh, uit te leggen aan de hand van een heel simpel voorbeeld van een lamp. Ik heb hier een lamp, een lampje, een peertje, een fitting, een kabel, een schakelaar en een uh, stekker. Dus dat zijn de componenten die mij de functie lucht, licht geven. Nou, ik kom s'avonds thuis, doe uh, mijn schakelaartje om en uh, de lamp doet het niet. Hij brandt niet. Nou, het is onze ervaring weer, hè. dat is dat ervaringsgetal. Dat hebben we nooit zelf allemaal geturfd, maar dat, dat, dat weten we gewoon. Dan is de lamp stuk, het peertje stuk. Dus je, gaat, uh, je haalt even een nieuw lampje, die je erin en dan haal je het schakelaartje weer om. Als de lamp dan nog steeds niet doet, dan denk je, ja, wat zou het dan nog kunnen zijn? Het zou kunnen dat je een verkeerde lamp erin hebt gedraaid, maar ja, misschien is het dan toch wel iets anders aan de hand. Nou, gevoelsmatig zou ik zeggen, dan is waarschijnlijk je schakelaar stuk. Ja, dat is het bewegende onderdeel wat je elk jaar, elke dag uh, omhaalt. Dan zit waarschijnlijk daar het probleem. Dus het eerstvolgende. Dus stel dat we dit zouden moeten turven weer. Net zoals uh, dat je niet op college bent. En je hebt tien keer dat hij het niet doet. Dan zou je zeven keer zeggen, nou de lamp was inderdaad stuk. En eens in de zoveel tijd denk je, hé, hey, schakelaartje was stuk. Er staat dus ook een soort gaat. Kijk, die getallen die heb ik maar gewoon een beetje verzonnen. Daar gaat het nu niet om. Uh, maar uh, als je stel dat je het altijd bij had gehouden, dan had je daar ook een soort wetmatigheid in gezien. Um, goed, wat ik nu ga doen, ik ga naar de Action hier in het dorp en ik ga voor 50 cent halen ik zo'n heel systeem. Dus een lampje met een uh, kabeltje en een schakelaartje en een fittingje en een uh, stekkertje. 50 cent, dus altijd bij de Action denk je altijd hoe kan het, veel te goedkoop, kan niet waar zijn. Nou, dat klopt dan ook, want wat blijkt nou, je hebt het al vaker daar gehaald, en wat blijkt nou, er zit gewoon een stukje, die, die, die schakelaar is gewoon veel slechter. Die gaat veel sneller stuk. Dat is typisch iets, als je iets meer in actie komt, dan weet je altijd al van, ah, er is altijd wel één onderdeel waardoor ik het toch weer weg kan gooien. Um, dus het is heel goedkoop, maar er zitten gewoon wat slechtere onderdelen in, zoals die schakelaar. nou Maar goed, het is ook heel goedkoop, dus wat ik kan doen, is dat ik zeg, nou weet je wat, ik koop uh, voor 50 cent dit. En weet je wat ik doe? Ik knip die schakelaar ertussen uit. En ik ga even naar de, naar de gamma. En ik koop daar een hele betrouwbare schakelaar. Wat er dan gebeurt is in dit rekenvoorbeeld: Is dat ik dus die schakelaar, die dus 25% van de gevallen stuk gaat, daar heb ik hele betrouwbare tussen gezet. En die gaat bijna nooit stuk 1% kans. Op dat moment. En daar zit een beetje de crux van waarom je die mag verschuiven. Op dat moment heb ik de totale betrouwbaarheid van dit systeem vergroot. He, dus als ik s'avonds het schakelaartje omzet en ik wil licht hebben, die betrouwbaarheid, de kans dat dat fout gaat, die heb ik helemaal verbeterd. Want ik heb het slechte onderdeeltje vervangen door een beter onderdeel. Wat je dan zou kunnen doen, is dus, ik heb dus de betrouwbaarheid is toegenomen. Maar als dat niet je doel is, als het niet de bedoeling is om de betrouwbaarheid toe te laten nemen, maar als die betrouwbaarheid gelijk had mogen blijven, in dit voorbeeld, wat je dan zou kunnen doen is dat je dan een slechtere lamp erin draait. Ja, en daar gaat het bij ons altijd een beetje mank, dat we denken, ja maar dat ga je toch niet doen. Maar als je de betrouwbaarheid gelijk mag maken en ik doe één component, maak ik veel beter, dan zou ik een ander component minder, beter, minder goed kunnen maken en daar verschuif ik dus tussen. de totale betrouwbaarheid is gelijk gebleven, maar ik heb één onderdeel heel veel beter gemaakt en ik heb een ander onderdeel minder goed gemaakt. Nou, en waar het een beetje wringt dat het in ons gedacht is, ja, waarvoor zou je dat willen? dat je de betrouwbaarheid gelijk houdt? je wilt toch een deel verbeteren? nou ja, we hebben dus een dijk gezien of we willen dus dijk ontwerpen op een bepaalde faalkans. en het maakt voor die inundatie niet uit waardoor die inundatie is. dus we hebben uitgerekend ik heb een terugkeertijd voor rotterdam en eens een 100.000 jaar waardoor die doorbraak ontstaat dat maakt niet uit het is gewoon uitgerekend eens een 100.000 jaar en dat mag op hoogte zijn dat mag op stabiliteit zijn dat mag op piping zijn en daar mag je dus kan je dus ja, kan je kan dan ermee spelen van ah, ik wil dat die zeker niet op uh, of een hele kleine kans heeft dat die op een doorbraak uh, ontstaat door hoogte. Maar het geeft dan iets meer ruimte aan dat die afglijdt. Dus wij hebben dus, want toen we heel zeker wisten dat piping geen issue is, of dat een hele kleine faalkans bijdrage heeft in het totale falen. Dus als de dijk doorbraakt, dan is de kans dat het op piping is, is heel klein, want we wisten het zal met name door stabiliteit gebeuren. Geven we meer ruimte aan stabiliteit en minder aan piping. Waarvoor zou je dat doen? Net zoals dit voorbeeld. Waarvoor zouden we dit nou doen? Nou, omdat het goedkoper is. Dus ik heb nu voor 50 cent zo'n kabeltje gekocht. Ik heb voor 1 euro bij de gamma een goede schakelaar gekocht. Dan kost het me nog maar 1,50. En die lamp... Dan kan ik nu een heel veel goedkoper, dan nou, een lamp kost 5 euro, ik noem maar wat, maakt niet uit. Maar die, die lamp kan ik nu, van die Philips lamp kost 5 euro. Maar dat Chinese lampje, wat ik ook bij de Action kost, kost maar 1 euro. Mijn totale betrouwbaarheid is gelijk gebleven met goedkoper onderdelen. En ik heb dus dat schakelaartje wat een relatief goed, goedkoop onderdeel is, heb ik dus kunnen verbeteren. En daardoor heb ik het duurdere component, kon ik wat goedkoper maken. En zo hebben we dat hier ook gedaan. Ik heb dus bij marker Mark de faalkansruimte, de die was 4%. Nou, dan geeft dit de eisen die worden gesteld aan die stabiliteitsopgave. Dus dat is, uh, Bishop is een cirkelvormig, uplift dat is die drukstaafmethode. En Spencer is een wat minder goed gedefinieerde vorm van het glijvlak. Dus een iets preciezere methode. En daar zitten dus allemaal eisen aan. En dat was bij 4% faalkansverdeling, dat was die standaard faalkansverdeling. Ik heb dat nu verschoven van piping naar maakste Dus ik had nu van 4% ook 24%. En daardoor gaat die ijs naar beneden. Dus omdat ik zeker weet dat hij niet op piping gaat falen, of althans dat het een hele kleine kans is dat hij op piping gaat falen, maar ik mag dezelfde betrouwbaarheid aanhouden, kan ik de kans dat hij doorbreekt door maakste iets groter maken. Dus de kans dat hij nu doorbreekt, op maaksteen tijd iets, iets groter. En dat zie je dan terugkomen hier in die getalletjes. Dus ik heb een iets minder zware ijs. Nou, het is niet de wereld. Hè? Ik bedoel, uh, dit is 0,07 en dat kwam erop neer dat ik de berm ongeveer 3 meter korter kon maken. Maar ja, wel over 33 kilometer. En dat was natuurlijk... En dat leverde zoveel op. Want wat natuurlijk wel hout is de eis van piping. Want van piping ben ik dus van 24% naar 4% gegaan. En die moet nog wel steeds voldoen. Dus ik moet nu strenger ontwerpen op piping. Of zorgen dat het ontwerp strenger voldoet aan piping dan uh, eerst. Dus ik had eerst helemaal geen pipingprobleem. Nergens was piping een issue. Maar omdat ik de eis strenger heb gemaakt, dat ik strenger ga kijken op dat vaalmechanisme, kwam het erop neer dat ik toch nog 300 meter moest ontwerpen op piping. Terwijl dat normaal niet nodig, zou zijn. No niet nodig zou zijn geweest. Maar de winst daarvan is dat ik dus over 33 kilometer 3 meter kortere berm kon toepassen. En daarom heb ik dat gedaan. Dus, hè, dus de piping is het schakelaartje. Die heb ik vervangen door een veel beter componentje. En daardoor kon ik er een veel goedkoper lampje in hebben. Daarvoor kon ik veel minder zware ijs stellen aan de lamp. En in dit voorbeeld van de dijk, aan de stabiliteit van de dijk. Dus die foutenboom die geeft structuur in een ongewenste gebeurtenis. Die faalkansen die halen we van een overstromingskans. Wordt bepaald vanuit een overstromingsrisico. Dus wordt er gekeken, als die doorbreekt, wat zijn de gevolgen. Dat is vastgesteld wat dan die norm. Is hoeveel kans mag er dan zijn dat die, dat die uh, uh, dijk traject doorbreekt? Vervolgens is er een vaste faalkansverdeling op basis van ervaring over heel Nederland. En met een bepaalde slag, waarvan ik zou zeggen: kijk gewoon in het OI in de bijlagen, is daar een slag gemaakt naar die veiligheidsfactoren. Nou, die vaste verdeling. Dat is slechts een aanreiking die gemaakt is van nou, dit zou de vaste verdeling kunnen zijn. Maar daar mag je best keuzes in maken, die mag je verschuiven. En nog een andere manier om, om, om dat nog wat logischer te maken, dat, dat je dat mag verschuiven, is dat je bedenkt, we hebben dus een standaard faalkansverdeling voor heel Nederland, voor allezelfde systemen. Terwijl de een is een C aangevallen, een ander is... Vanuit een meersysteem aangevallen en de andere wordt uit vanuit een rivier aangevallen. Dat zijn hele andere type belastingen. Dus eigenlijk is het heel onlogisch om één vaste verdeling van faalkansen te hebben, terwijl je verschillende belastingssystemen hebt. In de analogie van dat voorbeeld van dat je niet op college komt, kan je je misschien voorstellen dat er colleges zijn waarbij die verdeling anders zit dan andere colleges. Noem maar even, stel dat het een heel populaire leraar is of docent moet ik zeggen, dan zal die een andere verdeling hebben. Dan zullen mensen veel vaker gewoon uh, echt ziek zijn en echt niet vrijwillig niet komen... dan als het een heel niet populair en een beetje een stoffig onderwerp is... wat je ook uit het boek kan leren en dat je denkt, wat doe ik hier op college... want die man die vertelt het ook nog eens, of een vrouw vertelt het ook nog eens uh, oninspirerend. Dan haken veel meer mensen af die vrijwillig niet willen komen... Het nou, is dus net zoals dat je eigenlijk per verschillende vakken waarschijnlijk ook andere verdelingen hebt. De reden waarom mensen niet komen, zo kan je ook vanuit belastingen ook verschillende verdelingen hanteren. Van ja, maar piping is bij een zeedijk een heel ander probleem dan bij een rivierdijk. Want een rivierdijk is een langdurige belasting, uh, waar die druk zich helemaal kan opbouwen. En de zeedijk is maar heel kort, goed. Uh, die verdeling mag je dus loslaten. Ik ga wat praktijkvoorbeelden noemen aan de hand van de directe faalmechanismen en de indirecte faalmechanismen. Eerst die directe, dat is iets uh, wat ik recent, uh, echt uh, ongeveer twee weken geleden, gedaan. Vrij nieuw. En dat is uh, dat we niet meer toetsen aan de hand van die ja, rekenkundige stappenplannen die we hebben, heel methodisch noemen we dat dan, hè. dat we heel methodisch doorlopen van nou, ik heb hier die SF berekend aan de hand van de grondopbouw en de grondsterktes en dan breek ik op een gegeven moment die SF. Maar dat je veel meer dat doet vanuit expert- en ervaringskennis. En dat je eigenlijk samen is die dijk doorleeft van wat... wat dat wat is het verhaal van de kering, zo heet dat dan. En dit heet dan de Amerikaanse methode, de American style. En dat is sinds drie jaar overkomen, waaien, helemaal hot en happening. En ik heb daar nu ook mee gedaan. Ik heb er wel wat kritische kanttekeningen aan. Maar op zichzelf heb ik nu wel een voorbeeld waarbij het best wel kan werken om een dijk te beoordelen op basis van expert- en ervaringskennis. Nou, wat is het? Het verhaal van de kering, je gaat met allemaal experts, hele sessies bij elkaar zitten en je gaat het allemaal eens doorspreken. Je gaat op die dijk staan en je gaat het eens helemaal doorleven. Van uh, ja, wat vinden we er nou van? En wat daarin centraal staat, is het verhaal van de kering staat centraal. Waarbij experts en de beheerders de gebeurtenissen van een uh, helemaal inventariseren en kijken hoe dat tot een overstroming kan leiden. Dus daar zit dat gebeurtenissenboom, zit daar eigenlijk in. Van loopt er nou eens doorheen, of een foutenboos, net hoe je, het, hoe je het beschrijft natuurlijk. Maar loopt er nou eens doorheen, wat moet er nou allemaal gebeuren voordat het nou echt misgaat aan de kering? Wat daarbij helpt, is dat je is gaat realiseren, met elkaar gaat bespreken. van nou, wat voor belasting is die kering op gemaakt bijvoorbeeld? Nou, Makkermeerdijk is gemaakt uh, als oude zeedijk en het is nu een systeem. Nou, dat zegt natuurlijk best wel iets over, over met welke achtergrond die dijk is gemaakt. Dat het nu een hele andere type belasting is. Hoe is die kering aangelegd? Wat voor methodes hadden ze toen? Uh, hoe is dat waarschijnlijk gebeurd? Is dat snel gebeurd of uh, met hulpconstructies of alleen maar van klei of met zand? Dat je daar eens een beetje meedenkt hoe dat ge gebeurd is. En dat je zo een, 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 een beetje een beeld gaat krijgen van hoe die waterkering is opgebouwd en uh, uh, ja, hoe die in de tijd is geweest. Settings bijvoorbeeld een issue in dat soort dingen. Je kan ook denken van nou welke, welke waterstanden heeft hij allemaal overleefd. Ik had natuurlijk die, dat voorbeeld van die zeedijk, die oude zeedijk van Markenmeerdijken. Daarvan zeiden mensen ja, maar dat heeft ooit een waterstand tegen aangestaan. Die was veel hoger dan deze. Dus ja, misschien kan hij die, die belasting wel aan. Dat is geen rare gedachte natuurlijk. Dus je kan natuurlijk best eens kijken van nou welke storm heeft hij gehad en uh, verwachten we? Dat die type belasting nou nog zwaarder gaat worden of niet. Dus een soort informatie van, vanuit bestaande gebeurtenissen. Nou, je kan ook nog eens denken van hoe zou die dan falen, hè? meer vanuit die gebeurtenissenboom. Hoe ziet die maatgevende belasting er nou uit? En nou, wat ik net zei, wat moet er nou allemaal gebeuren voordat je ook echt inundatie hebt? Wat moet er dan allemaal misgaan? Eh, wat we net zeiden, nou, zo'n zo zo loop der dingen. Wat moet er wel allemaal niet gebeuren voordat het misgaat? Nou, daar heb ik een prachtig voorbeeld van en dat is de Veerse Dam. Twee weken geleden dus, wat ik zei, uh, echt zo met Rijkswaterstaat besproken. Gigantisch dik apparaat, echt mega groot als je daar overheen loopt. Uh, twee meter of drie meter te hoog die dijk, super stabiel, uh, hartstikke breed. Helemaal van asfalt bekleed, ongelooflijk, helemaal van buitenlid, binnenlid, helemaal van asfalt bekleed. En in de tijd aangezand. Dus dat zie je nu hier ook. Uh, het is een heel strand voor ontstaan. En dat asfalt, dat zie je helemaal niet eens meer, want er is uh, ja, uh, zand overheen gewaaid en dat is begroeid. En je ziet gewoon helemaal uh, dat asfalt niet meer. Nou, wat is nou het probleem? Deze is helemaal getoetst. Nou, allemaal goed, maar de bekleding is afgekeurd. En eigenlijk om de hele simpele reden dat het asfalt. Is niet meer te zien. Dus ze weten de kwaliteit van het asfalt niet. Dus ja, je kan nogal moeilijk zeggen. dat uh, het asfalt voldoet wel aan die belasting, aan de golfbelasting. Want uh, als je niet weet. of dat asfalt er nog goed bij ligt. of het niet poreus is geworden. of er geen grote scheuren in zitten. die kan helemaal geen visuele inspectie doen. Dus het klinkt een beetje raar. van ja, hij is veel te stabiel en veel te groot. En wat kan er eigenlijk mis mee zijn? Er is helemaal van asfalt gemaakt, maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat jij zegt dat de bekleding goed is terwijl je niet weet hoe de bekleding erbij ligt. Het is gewoon onbekend en daardoor hebben ze gezegd: "Nou ja, als ik niet kan goedkeuren, dan keur ik hem daarop af." Nou, we hebben dat ingeschat en we denken dat je ongeveer voor 2 ton onderzoek moet doen, dus dan moet je het zand, best wel ingrijpen, want dan moet je het zand van de afhalen, dan moet je daar uh, boringen maken van het asfalt, kijken wat de staat is, want asfalt degradeert in de tijd, hè, dat, 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 dat wordt slechter. Uh, nou, we denken dat dat twee ton kost, maar dat is nog niet gezegd dat hij dan voldoet. Kan het kan natuurlijk heel goed uitkomen dat je dan zegt, nou ja, inderdaad, het asfalt is in die loop van de tijd echt wel gedegradeerd, die kwaliteit is heel erg achteruit gegaan, dus hij voldoet niet. Nou ben je twee ton kwijt en dan uh, moet je het nog verbeteren ook. Maar goed, ja, hoe komen we hier nou uit? En kunnen we dat anders en beter doen? Nou, daar kwam dus dat verhaal van die kering naar voren. Dus wat heb ik gedaan? We hebben uh, gekeken, best nog wel aardig. Ik heb allemaal oude polygoonnieuws nieuws bekeken. Uh, hoe is die dam nou aangelegd? Nou, en wat blijkt? Na 1953, er was natuurlijk uh, heel veel water door het Veerse Gat gelopen. Uh, wat blijkt nou? Er was een deel is op, een plaat, op een zandplaat opgelegd. Dus dat is hier een bestaande zandplaat. En een deel is met kessons gesloten. Dus dat gat is met kessons gesloten. Nou, dat zijn uh, gigantische kessons geweest van ongeveer uh, 20 bij 20. Hè, dus 20 hoog, 20 breed. En dan 45 meter lang. En zo zijn die uh, afgezonken. Ja, dan maak je dus hele grote betonnen bakken, zijn het eigenlijk, met schuiven die allemaal open staan, zodat die stroomsnelheid er nog gewoon een getijde nog gewoon doorheen kan lopen. Um, en dan, op het moment dat al die caissons staan, hebben ze uh, in één keer al die schuiven dichtgezet. Uh, als je dat niet zou doen, dan zou die stroomsnelheid zo oplopen dat je niks meer, uh, dat je nooit meer dicht krijgt. Dus dat is een caisson afsluiting geweest. Nou, dat is natuurlijk wel interessant. om... Uh, daarna zijn ik soms helemaal volgestort met, uh, met stenen en met zand. Dus ja, dat liggen gewoon gigantisch grote. in die, in die dam, wat je helemaal niet zou weten. En dan kom je dus achter als je die verhaal van de kering doorloopt. dan blijkt er dus daar bij dat gatdeel gewoon een gigantisch grote muur van caissons in te zitten. Nou, vervolgens hebben we dus die gebeurtenissen boom. en eigenlijk een beetje doorleefd, wat gebeurt er nou? Nou, het eerste is, die waterstand wordt hoger. En dan nemen ook de golven toe. Nou, dan zal langzaam eerst dat strand uh, zal, uh, uh, overstromen. En daar uh, ontstaat eigenlijk een duinafslagprofiel. Dus die, die storm die komt eraan en die slaat op dat strand en die neemt een half van het strand weg. Net zoals je dat bij duinen ook doet. Dus langzaam zal er een evenwichtspositie ontstaan. Het evenwichtsprofiel, dat evenwichtsprofiel haalt het nooit, want elke keer dan wordt die waterstand weer wat hoger en dan verandert dat evenwichtsprofiel. Dus er zal op een, gegeven moment ook, uh, ja, op een gegeven moment zal er ook zand weggeslagen worden wat op het talud ligt. Dan op een gegeven moment kom je op een punt dat die storm die gaat door, die hapt maar door. En op een gegeven moment kom je dus op die asfalt, waarvan we niet wisten wat de kwaliteit is, en raakt hij dat asfalt ja, en dan slaat hij op dat asfalt. Ja, en daarvan weten we dus niet wat de sterkte daarvan is. We weten niet of hij dat een uur volhoudt, tien minuten, een seconde of uh, gewoon uh, de hele storm. Omdat we geen informatie hebben over dat asfalt. Dus hier zit het een beetje in van ja, wanneer in die storm gebeurt dit nou? Hè? Wanneer gaat het nou, wanneer is dan nou dat hele strand weg? Wanneer is die nou dat, dat zand wat erop ligt uh, uh, kwijt? En wanneer komt hij nou tegen het asfalt aan? Ja, en zijn we dan al ver over de piek van de storm? Of, of moet de storm dan nog komen? Moet de piek nog komen? Want op het moment dat het asfalt raakt, en we hebben nu gezegd nou, dat we het niet weten, dan gaan we ervan uit dat het asfalt gewoon meteen faalt. Dat is eventjes een constructief uitgangspunt. En dan zal dus de hele zanddam eroderen. Dus we gaan ervan uit. Hij raakt het asfalt op dat moment, faalt ook meteen het asfalt. En dan wordt echt zo die hele kern van die dijk aangevreten. Nou, die dijk was natuurlijk veel te hoog. Dus nou, voordat je dan echt helemaal er doorheen gevreten bent, ben je ook wel weer even verder. Daarbij komt nog eens dat die stormduur, dat is natuurlijk maar even een piek. En dat heeft ermee te maken dat je natuurlijk wel zwaar een lange opzet hebt. Dat is die rode lijn. Maar daartussendoor zijn de golven. Die natuurlijk uh, heel even het piekje geven en dan weer heel snel naar beneden zakken. Dus in die, in die aanval is het wel van belang. Hij valt dan aan en dan zal hij weer even ontlast worden, de asfalt. En dan komt het weer even de piek en dan zal hij weer ontlast worden en dan komt het volgende piekje. Dus het is wel belangrijk waar we in deze tijd ergens verwachten dat we bij het asfalt zijn. Nou... We gaan ervan uit dat die zanddam dan, dan uh, zal eroderen. En dan komen we op dat verhaal: van hoe is die kering nou gemaakt? Nou, we hebben een deel met kessons. We hebben een deel wat op die zandplaat ligt. En we hebben een deel waar het aansluit op die zandplaat, op die kessons. En van die kessons op de, op de uh, uh, dijkring. Ja, je ziet het al een beetje aan de kleuren. Van die kessons hebben we gezegd: van ja, weet je, dat zijn zulke gigantische apparaten: hè, 20 bij 20 en dan 300 meter. Gevuld met zand, van beton, met schuiven. Met, ja, dat zal ongetwijfeld niet meer in uh, originele staat zijn. Maar dat, zijn, dat is zo heftig. We kunnen ons niet voorstellen dat een zanddijk helemaal erodeert. En op een gegeven moment erodeert al het zand weg. En dan kom je bij die oude kessons. Dat dan, dat dan zo'n kesson faalt. Daar kunnen we ons niet meer voorstellen. We hebben gezegd: nou, die kans die, die is onvoldoende groot. Dan gaan we vanuit uit dat dat, dat dat wel goed zit. Dan hebben we dit plaat van onrust, dus dat is maar die, die zandplaat. Nou daar heb ik uh, bres gedaan van nou, hoe groot kan de bres groeien, hoeveel water stroomt er dan doorheen en hoeveel kan het Veerse Meer bergen, hoeveel komberging heeft het Veerse Meer uh, als die dijkdoorbraak daar op de plaat zou ontstaan. Daarin zit in die plaat een beetje de gedachte van nou, oké okay, weet je, hij, die brest die kan groeien in breedte, maar kan niet groeien in diepte. Met het idee naar die plaat die ligt er al heel lang. Dat is helemaal vastgepakte, harde, grote uh, zandplaat, maar ook breed. En alleen wat we er als mensen opgelegd hebben, dat kan eroderen en dat kan uh, uh, groeien. Maar kan niet verdiepen. En als die verdiept dan. dan uh, ja, dan is het natuurlijk die, die, die stromingsdoorsnede die is niet zo heel erg groot, omdat je die plaat daarvoor en daarna er ook nog ligt. We hebben berekend, of ik heb een beetje zo uh, uitgerekend, van nou, als, die, als die, die dam helemaal doorgevreten is, en die zanddam is dus helemaal geïrriteerd, en je bent dan ongeveer drie uur voorbij de piek van de storm. Dan is er in het Veerse Meer nog genoeg berging dat hij er mag doorbreken. Dus als, die, als dat misgaat, maar net ietsje achter de piek van de storm, dan is er nog genoeg komberging. Nou, dan hebben we nog het rode gedeelte, dat zijn die aansluitingen. En daar is dat niet zo. Daar hebben we een, een, kun je een bresgroei krijgen in de breedte, maar ook in de diepte. En dan ja, gaat hij in één keer naar de diepte en dan, gaat, dan neemt het stroomvoer de oppervlakte zo groot toe. Dan is hij echt binnen no time is dat 40 meer gevuld. En daarvan hebben we gezegd, nou als die piek uh, uh, tot twee uur na begint, dan is het nog veilig. Maar daarna, dus als die ergens in die piek gebeurt, dan is het gat wat ontstaat zo groot, dan is dat meer te klein. Dan kan je geen komberging meer hebben. Dus, wat wel aardig is eigenlijk, hè, dus door die manier dat we teruggekeken hebben hoe die dijk is dam is aangelegd, kunnen we een idee hebben van waar zitten nou de zwakke plekken. En onze conclusie was eigenlijk dat nou de zwakke plekken zitten met name in de aansluitingen. Dus wat je dan. Uh, oh, dat wil ik nog vertellen. Er zit dus een relatie tussen. Sorry. Tussen. Het moment dat die zanddam wordt aangevallen, wanneer dat gaat eroderen, hoe lang dat duurt, en wanneer het te laat is als die dijkdoorbraak zit. Dus er zit een moment in dat je moet bepalen. En wat je dus aardig aan die methode is, is, dat je dus nu een beeld hebt van nou, weet je wel, ik heb dat met kleurtjes aangegeven, het groene gedeelte, dat geloven we wel dat dat goed is. Het oranje, dat als dat maar niet op de piek gebeurt, dan hebben we nog genoeg kommerging. Maar het zijn met name de rode plekjes, dus die aansluitingen, dat is nou eigenlijk de, waar we de focus op moeten hebben of dat onderdeel daar sterk genoeg is. Dus concreet, stel dat je wel dat asfaltonderzoek zou doen, dan kan je zeggen van nou, dan ga ik me alleen concentreren op dat asfalt wat daar bij die aansluiting zit. Want dat is wel heel belangrijk dat, dat uh, die asfaltstrook sterk genoeg is. Uiteindelijk uh, hebben we dus dat asfaltonderzoek niet gedaan. We hebben een, afslag, een duinafslagberekening gedaan en daaruit geconcludeerd dat de storm duurt, dat er genoeg zand ligt. Om de dam als duinafslagprofiel te berekenen. En dan wordt toch nog steeds niet die bresgroei gehaald. Dus door met een simpele duinafslagberekening hebben we nu voorkomen dat we voor 2 ton asfaltonderzoek moeten doen. En we kunnen hem goedkeuren zonder dat we iets over het asfalt weten. Nou, Dat was een. Uh, ja, Iets wat we nu meer gaan zien, dat we het op die manier als gebeurtenissenbom met experts doorleven. Hoe zit die kering in elkaar? Wat zijn de zwakke plekken? Uh, en kunnen we het op een andere manier benaderen dan puur de methodische manier om dat asfalt te beoordelen? Dus falen van een dijk door een indirect faalmechanismes. Dus wat dat wil zeggen, we hadden net het voorbeeld wat ik noemde, dat je uh, een waterleiding gebroken is en daardoor de dijk verzaligd raakt en als het dan hoog water komt dan uh, uh, is die dijk al verswakt als het hoog water komt. Ja, die zitten hier onderaan, hè? Oh, Hier onderaan. dat zijn die indirecte vouwmechanismen, dus de niet waterkerende objecten. En hoe gaan we nou om met die niet waterkerende objecten? Dat was best wel een issue. Dit heb ik voor de Markermeerdijk ook gedaan. Omdat dat gewoon nog niet zo heel erg goed is uitgewerkt. Omdat dat heel specifiek is. En daarvoor hebben wij ook een gebeurtenisboom gemaakt. Wat is het punt? Nou, we hebben een dijkversterking Markermeerdijken. Daar hebben we niet waterkerende objecten gebouwen. Dus huizen. Die staan deels in het talud. Dat is in Durgedam en Volendam zo. Ze staan ook deels op de berm. Dat is een dorpje Uitdam zo. En je hebt uh, leidingen, maar die liggen allemaal een beetje in de binnenberm. Aan de binnenzijde van de binnenberm. Uh, we hebben daar een gebeurtenisgewoon gemaakt. We zeiden nou, we gaan kijken wat als het MWO gewoon intact blijft. Er is niks aan de hand, dat huis zit nog steeds in dat talud. Of die huis, dat huis staat nog steeds op de berm. Wat is dan de stabiliteit? En een voorwaardelijk deel. Dus een, een voorwaardelijke kans van nou, als het huis nog gefaald is... Moet eerst het huis gefaald zijn. En dan komt die storm. Waar moeten we dan op ontwerpen of toetsen? Dus je hebt eigenlijk de, in die gebeurtenissenboom twee situaties. Eén is het spoor, het blauwe spoor. Dat je zegt nou, dat is gewoon de normale situatie. De storm komt en het huis staat nog in het telud. En het andere spoor, een andere gebeurtenis is dat het huis faalt vlak voor de storm. En dat de storm dan komt en dat je dus de stabiliteit moet uitrekenen. Gegeven dat het huis er niet meer is. Dus dit is de faalkans met een huis en dit is, ja, wat is nou de faalkans van een huis? Wat is nou die voorwaardelijke kans dat een huis faalt en dat er dus een gat in je dijk zit omdat het huis er niet meer is? Nou, dat is onontgonnen gebied en dat weten we gewoon niet. Dus dat moet je dan echt met experts ook bij elkaar zitten en bedenken. Nou, wat vinden we daar nou van en wat denken we daarvan? Nou, een veel genoemd scenario is dat je zegt, nou, het huis dat stort in omdat het slechte staat is. De gedachte daarachter is dat het gewicht van het huis er nog wel is, maar dat het huis gewoon in elkaar gestort is. Um, nou, dat kan, maar er zijn natuurlijk veel meer mogelijkheden, want het kan ook zijn dat hij instort door een zware storm. Dan is het natuurlijk heel hoog gecorreleerd aan hoog water. Want dit gebeurt natuurlijk altijd op het moment dat er ook een storm is, praktisch altijd. Maar en ik had net die schematisatie zonder gewicht. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat het huis afbrandt. Dan is het gewicht weg. Je kan hebben dat iemand het huis loopt. Zomaar. En dat hij het netjes aanvraagt. Of dat hij het zomaar doet. En van die scenario's moesten we bedenken. Van nou, welke schematisering hangen wij nou aan? En welke kans hangen we eraan? En wat is de ontdekking en hersteldheid? En welke van deze is nou maatgevend? Uiteindelijk hebben we gekozen voor deze. We hebben gezegd, nou, voor ons is het maatgevend dat mensen zonder toestemming hun huis slopen en uh, dat die er niet meer is. En ja, welke kans is dat dan? Ja, dat wisten we natuurlijk ook niet, maar dat we dit scenario hebben gekozen, dat komt omdat we voorbeelden hadden. We hebben hier in 2004, vlak voor het stormseizoen, heeft iemand in Volendam heeft dus. Heeft naar eigen inzicht er even een damwandje ingeslagen. Zoals je ziet. Die heeft een beetje plankje langer, plankje korter, maar is een beetje wat gedaan. En hij is toen zijn huis gaan slopen. Om natuurlijk later een nieuwe te bouwen eh, op die plek. En die dacht, nou het kan wel even zo. Nou, dat ging dus niet. En eh, dat damwand is bezweken. En dat is ook meteen de waterkering. Ja, dus de, de kruin van de dijk, die is ook meteen gefaald. Nou. Als zoiets gebeurt, ontdek en een steltijd, of althans, de ontdektijd is één dag. Ik bedoel, dit gebeurt en de volgende ochtend heb je meteen de telefoon aan de gloot van de weg is, uh, is, uh, is uh, afgeschoven. En uh, nou, die man die zal denk ik wel uh, wat procedures aan zijn broek gehad hebben dat hij dat echt niet zo had mogen doen. Toen, tien jaar later, in 2014... Ik vind dit zo'n ongelooflijk voorbeeld. Dat dus iemand aan de voet van de dijk gewoon zijn hele huis afgraaft. Gewoon een gat graaft. Echt superlink. Ik bedoel, ze dus gewoon wachten tot het afschuift. En, uh, maar je ziet het in het fotootje ernaast. Ja, dat is niet zo goed te zien. Niet zo goed te zien vanaf de weg. Dat is echt een, een, iemand van het waterschap die toevallig al over die dijk liep voor iets anders. En dacht: wacht eens eventjes. Er zit een hele gat in de dijk. Midden in het stormseizoen, overigens. Ja, en dit is wel echt een issue. En uh, ja, ook weer geen gewichten. En uh, uh, dus niet een ingestort verhaal, maar gewoon afgegraven, moedwillig, zonder vergunning. En uh, nou ja, ook tien jaar geleden. Dus zo kwamen we een beetje op het scenario wat wij dachten dat maatgevend is: het gebouw is helemaal weg, er is geen gewicht. Dat gebeurt eens in de tien jaar op trajectniveau. Ja, dus het ene was voorbeeld was Volendam, en dit voorbeeld was Uitdam. Dus binnen dat traject hebben we dat twee keer gezien in die tien jaar. En ontdekken herstel is een half jaar. Dat heeft ermee te maken dat je het dus niet altijd ziet. En dat je uh, uh, tegelijk loopt met de inspectiesronde die ze lopen eens een half jaar. Nou, dat is dus eens in de tien jaar op trajectniveau dat er een huis wordt weggehaald. Nou, er zijn drie dorpen, Volendam, Uitdam en Durgedam. Dus er zijn drie dorpskernen. Dus binnen zo'n kern is het een derde daarvan. Dus 30 jaar eh, op niveau dat er een huis gefaald is, voorwaardelijke kans. Nou, je ziet daar rood doorgestreefd voor hoogte. Staat er dan weer eens in de 20 jaar. En dat heeft te maken met de. Eh, lengte effectfactor. Daar had ik net ook al wat over gezegd hè, dat je er niet zomaar die faalkansruimte mag toepassen binnen de mag vermenigvuldigen met de, de terugkeertijd van je benodigde veiligheid. Daar zit dus nog een lengte effectfactor in. En dat zit hier voor hoogte ook. Die is in dit tabel in dit gebied is die 2. Nou, dat, dat is een beetje technisch, maar dat zit achter dat Volendam en Uitdam. Dat ligt in 1. Lijn, dus als er een storm is met een wind, dan wordt als Volendam wordt aangevallen, wordt Uitdam ook aangevallen, dus die zijn hoog gecorreleerd. Maar Deurgedam ligt in de knik, die ligt hieronder en dat is niet gecorreleerd. Dus deze aanval is niet gecorreleerd aan deze aanval. Dus het stormt zo, dan wordt Deurgedam aangevallen, of het stormt zo, dan wordt Uitdam of een Volendam aangevallen, en daardoor is die factor. Is Gesteld op 2, het staat allemaal in het OI in die bijlage A. Daardoor mogen we niet delen door 3, maar door 2. Want deze twee zijn hogelijk gecorreleerd en het zijn dus maar eigenlijk zijn het twee systemen wat dat betreft. Dan hebben we nog die ontdek- en hersteltijd, die uh, hebben we gesteld op een half jaar. Uh, we hebben het hier over faalkansen per jaar. Er zit nog iets achter um, dat we dan ook uitgaan van jaarstatistieken. Nou, het Hoogwater gaat uit van jaarstatistieken. En um, dat we dit zo doen, dat we die faalkansen, die ontdekken hersteltijd, van een half jaar toepassen, dat zegt, heeft impliciet in zich dat we zeggen: het falen van het MBO is onafhankelijk van het hoogwater. Nou, dat is op zich ook juist. Hè. Je kan best wel van uitgaan dat het slopen van een, van een huis. Niet gecorreleerd is aan een storm. He, iemand gaat niet alleen zijn huis lopen als hij weet dat er een storm is. Nee, iemand gaat zijn huis lopen en dan heeft hij misschien komt later dan die storm. Dus die zijn onafhankelijk van elkaar. Uh, is dat niet zo, ga je uit van het scenario dat je huis faalt door een storm, dan zijn die twee helemaal aan elkaar gecorreleerd en dan mag je dit niet doen. Dus dan kan je deze stap niet zetten, maar omdat het ons voorbeeld ongecorreleerd is. Of onafhankelijk uh, kunnen we nog die factor van een half jaar erbij halen. Dus wij hebben gezegd: uh, de, de faalkans op trajectniveau van een MWO is eens in 10 jaar. En voor de stabiliteit, voor hoogte en voor piping zit er een voorwaardelijke kans in van eens in 60, 40 en 60 jaar. Op doorsneden niveau. Dus we hebben de vertaling gemaakt van trajectniveau naar niveau. En wat betekent dit nou? Nou, dat zegt dus iets over hoe je dit doorwerkt in je eis van dit taluut van, de, van uh, waarop je moet ontwerpen. Nou, een duidelijk voorbeeld is eventjes uh, hoogte, waar we een eis uh, zit in de belasting. We moesten ontwerpen op eens in 8333 jaar. Dat is het ontwerpeis als de MBO intact is. Nu hebben we een voorwaardelijke kans dat het MWO is gefaald. Die was 40 jaar. Dus nu hoeven we alleen nog maar de dijk te ontwerpen op hoogte... gegeven dat het MWO gefaald is voor eens in de 209 jaar. He, dus die eis is minder streng. Dat is natuurlijk ook logisch, want het is, het is natuurlijk een voorwaardelijke kans. en Het MWO moet gefaald zijn en dan moet hij nog voldoen aan onze faalkans eis. Dus er zit een slag tussen, er zit een voorwaardelijke kans in... Um, ...en die is dus minder streng. Het zou een beetje overdreven zijn als we nou met die strenge norm... ...ook zouden hebben ontworpen als het MWO was gefaald... ...want die kans is veel kleiner. Zo hebben we dat gedaan voor die MBO's. Dus nou, een soort samenvatting voor dit college... ...we hebben dus een foutenbomen structuur te hebben... ...in een ongewenst gebeurtenis. Die faalkansen, dat is een vertaling van een risico... Is een opsplitsing van kans maar gevolg. Die gevolgen zijn bepaald, waardoor we hebben gezegd: we moeten iets met die kans doen. Hè. Als die hier doorbreekt, is, is, uh, is de gevolgen lager, dus mag die kans best wat groter zijn. En hier zijn die gevolgen veel groter, dus moet de kans kleiner zijn. En dat vertalen we van trajectniveau naar doorsnellend niveau met veiligheidsfactoren. Daar zit een soort standaardverdeling in, en daar berekenen we dan die veiligheidsfactoren mee. Nou, vervolgens mag je ook nog eens die faalkansen, ruimtes mag je ook nog eens. Dat is een vaste verdeling, maar die mag je dan loslaten als je dat wil. Dit is mijn college en ik dacht, nou, ik heb nog voor wie het leuk vindt nog wat praktijkvoorbeelden. Uh, die ik gewoon, die heeft verder niks met college te maken, maar die wilde ik even laten zien. Uh, het is een heel leuk vak, vind ik zelf uiteraard natuurlijk. En, uh, nou ja, soms kom je wel eens tot bijzondere oplossingen. Hier heb ik uh, deurgedam. Die dijk was te laag en hij was ook niet stabiel genoeg. En toen heb ik gezegd, nou laten we nou een golfbreker maken. Die leggen we ervoor. Er ligt ook een haven, dus die kunnen we mooi integreren in de haven uh, entree. Dan leggen we die haven ook in de luten, dus een beetje win-win. En die maken we uh, uh, zo dat die golfbelasting op die dijk eigenlijk helemaal wordt opgespeerd door die golfbreker. Dus dat er nauwelijks meer golven tegen die bestaande dijk aankomt, dan hoeft die golf, die, 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 die waterkering, hoeft dan alleen nog maar uh, de stilwaterlijn te keren. Het is een beetje een trucje om te zorgen dat die alleen maar stilwater keert. En dan uh, is die natuurlijk en hoog genoeg. En wat je dan kan doen, dan kan je een methode toepassen waarbij je zegt: van nou, er mag best een deel afschuiven van die waterkering, zolang. Die dat stilwaterlijn maar kan keren. Dat er nog genoeg grond overblijft om die stilwaterlijn te keren. En die, kon, die methode kon ik daardoor toepassen als ik die golfbelasting eruit haalde. Het is het helaas uiteindelijk niet geworden, omdat de bewoners uh, die framden dit alsof er dan een grote muur zou worden gebouwd in het water. Uh, they're gonna build a wall, zeiden ze letterlijk. Dat was natuurlijk net toen Trump kwam. En uh, ja, toen is dat afgeschoten, terwijl ik eigenlijk vind dat het een heel mooi ingepast ontwerp is, maar daar waren ze het niet mee eens, helaas. Maar het was wel een leuke creatieve oplossing. Een ander voorbeeld is Uitdam. Nou, het is het Marker project waar ik ook al net wat over vertelde. Dit is het dorpje Uitdam. Nou, als die mensen hun achterdeur open doen, dan komen ze ongeveer tegen het talud van die dijk aan. Er zit echt pol tegen dat talud aan. En uh, nou, het Markermeerijk was een heel groot project uh, op slappe ondergrond. En, uh, uh, en de dijk was heel vaak, delen was afgekeurd op stabiliteit. Ja, dus het, het was echt die slechte lagen die zorgden dat we hele grote dijkversterkingen voor zagen. Echt gigantische asverschuiving of hele lange bermen. Nou, daar waren duidelijk mensen het niet mee eens. Dat gaf heel veel weerstand, heel veel weerstand vanuit de bornes geweest. Dat ze het allemaal maar onzin vonden en dat ze ook eigenlijk een beetje vonden dat die dijk heel karakteristiek is. En dat ze het zonde vonden dat wij er dan een grote plaat van uh, asverschuiving op zouden zetten en een hele grote dijk van zouden maken. Nou, zo ook het dor dorpje, dorpje uit Dam. Dit waren de brekingen. Zo heb je een beetje een beeld van hoe die brekingen eruit zien die we maken. Uh, met een behoorlijke asverschuiving. Je ziet hier dat groene gedeelte, dat is nog de dijk. Die is dan afgegraven. En dat wijsje dat is dan echt die asverschuiving. Een hele grote asverschuiving. Daar wij uh, rekenen, rekenen, rekenen. En uiteindelijk is ons gelukt. Dat we die asverschuiving een stuk minder groot konden maken. Dat is dat lichtgroene gedeelte. Je ziet het misschien nu een beetje. Nu ik zo die verschillen zo laat zien. We hadden echt een behoorlijke asverschuiving. En die hebben we helemaal geminimaliseerd. Tot een hele kleine asverschuiving. Van nog maar 5 meter of zo. Of minder geloof ik zo. 3 meter of zo. En... Uh, nou, dus wij waren echt best wel, wel tevreden over dit ontwerp. We dachten, nou, zullen dus die mensen wel erg blij mee zijn dat ons dat gelukt is en uh, eind goed al goed. Maar uh, dus ja, de dijk wordt iets breder, maar vooral hoogte, hoger. Nou, dat klopt. Ja, dat klopt inderdaad wel. We hadden hem iets hoger gemaakt. Uh, uh, maar goed. We dachten, nou, oké, okay, uh, we hoeven in ieder geval niet meer helemaal af te graven. Maar dat was een inschattingsfoutje, want woedend uitdam keert zich tegen de regelrechte onverteerbare bedreiging. Dus in plaats dat ze blij waren met die minimale afschuiving, gingen ze helemaal los op het feit dat die dijk hoger werd dan ze dachten dat het nodig was. En dat heeft er echt tot geleid dat de hele overlegstructuur helemaal vernieuwd is, dat zelfs de Delta Commissaris erbij is gekomen, uh, om die verhoging op te lossen en daar iets uh, mee te doen. Uh, en uiteindelijk is er nu een buitenberm bedacht. Ik vind het een hele lelijke oplossing, maar goed, daar zijn ze nu dan tevreden over. Dus dan zie je maar weer dat er ook een hele dynamiek is tussen bewoners die dat niet willen. En als jij dan denkt dat je bijvoorbeeld iets goed doet, dat zij dat uh, toch uh, anders zien. Nou, advocatenwerk. Uh, ik had hier een project waarbij... Uh, uh, nou, onjuistheid tegenstrijdigheden, dan krijg je al die juridische dingen, dan moet je met een advocaat er helemaal doorheen akkeren. Wat was het probleem? De aannemer had het aangenomen, dat was dat lichtgrijze gedeelte en ik had eraan zitten rekenen en ik kwam erachter dat die berm veel breder moest worden. Dat er nog een heel stuk grond aan moest worden gemaakt. Um, ja, wie moet dat nou betalen? Dat ging dan om een directe kosten van een half miljoen euro. En dan zegt de klant, die zegt natuurlijk van ja, nee, dat, uh, dat staat juridisch niet. En, uh, en is het wel echt nodig? Jullie hebben dat wel zelf aangelegd, maar dat was helemaal niet nodig. En dat jullie het hebben aangelegd, moet je zelf weten, maar dat uh, hoeven wij dan niet te betalen. En dan wordt het opeens uh, juridisch en het gaat om veel geld, en dan wordt het wel uh, wat scherper dan, en wat minder overleg en wat meer formeel. En daarin moet je dan zo'n advocaat advo uh, adviseren. Nou, die, die snapt er natuurlijk helemaal geen jota van. Die moet je dan proberen uit te leggen waarom je iets doet en hoe zij dat dan weer moet vertalen naar een uh, juridische brief. Ander ding is uh, de MER-afweging, milieueffectrapportage, is dat je afweegt: gaan we versterken aan de binnenkant of aan de buitenkant? En daarin bepaal je dan. De mersspecialisten bepalen dan de effecten van. Dus stel je hebt aan de binnenkant een natuurgebied. Nou, dan zeg je nou, we gaan lekker aan de buitenkant versterken. Maar zo simpel is het niet. Je moet dat wel afwegen. Dus je moet wel weten wat de gevolgen daarvan zijn. Dus dan krijg je dit soort vragen: van nou, maak even een mersom. Uh, wat we aan de binnenkant zouden hebben moeten doen. Als we niet uh, naar buiten waren versterkt, maar aan de binnenkant hadden versterkt. Nou, dan moeten we dus zo'n berekening maken. En dat doen we alleen maar zodat. De mer beoordelers dan de effecten kunnen bepalen om en dan kunnen zeggen: van nou, maar dit wilden we niet, maar zo'n som kost ons wel vier dagen om te maken. Dus toon even aan, eh, maak even een som en kijk eventjes wat de effect is als we het anders zouden doen in versterking, terwijl we eigenlijk al wisten dat we het niet zouden willen. Goed, dit was eigenlijk wat ik wilde vertellen. Uh, uh, het is moeilijk zonder interactie, hè. ik mis een beetje of je het nou wel begrepen hebt of niet begrepen hebt. Dat ga je normaal natuurlijk wel zien. Nou, je kan natuurlijk heel makkelijk nog eens met die descriptions onderin nog eens heen en weer schieten naar waar je het nog eens een keer wil horen in de presentatie. Dat is ook straks makkelijk om 11 uur. Dan kunnen jullie me vragen stellen. Uh, dan hebben jullie dus de hele ochtend deze film te bekijken. Uh, en dan kan je ook uh, eventjes ergens heen schieten van waar het onduidelijk is. En ik heb natuurlijk de presentatie erbij, dus dan kan ik die er ook bij pakken. En dan kan ik misschien uh, nog eens uitleggen. Als het uh, iets onduidelijk is, moet je even uh, aangeven waar het ongeveer zit. En dan kunnen we dat onderdeel nog eens bijpakken. Goed, nou, succes met de uh, colleges en met je vak. En uh, als er onduidelijkheden zijn, dan uh, zie ik jullie om 11 uur. Hoi!